Ja, Enrico, voor deze wedstrijd was er al geconcludeerd. NAC moest deze wedstrijd winnen. En als gebeurt, dan valt er misschien wel iets van je af. Ja, heel wat. Ik denk dat de druk er aardig op stond via de media, via wat niet eigenlijk. En dan, als je niet zo'n beste wedstrijd wint, dan heb je wel een ontlading inderdaad. Ja, het leek wel een collectief orgasme bijna, hè, met het publiek samen. Ja, ik denk dat er heel wat zaadcelletjes op het veld rondliepen, maar dat was fantastisch. Nu als je zo'n wedstrijd zo af kan sluiten en je hebt zo hard nodig, dat doet niet alleen met ons, maar ik denk met iedereen op de club, op de tribunes. Dus. Maakt geen reet uit hoe we wonnen vandaag, maar we winnen hem dus. Ja, het ging moeizaam. Ja, dat zeker. Ik denk niet dat Gort heel veel kansen gecreëerd heeft. Ik denk wel dat ze de tweede helft een kwartier, 10 minuten heel gevaarlijk waren met de voorzetten die we weg moesten werken. Er waren wel gevaarlijke situaties uit ontstaan. Maar je ziet wel dat ze wat makkelijker voetballen. En, daar hadden we wel af en toe moeite mee. Maar ik denk dat er sowieso weinig kansen geweest zijn in deze wedstrijd. Maar het maakt me allemaal geen reet uit wie de beste kansen gehad heeft. We hebben 3 punten. NAC leeft nog. Ja, gelukkig wel. Ja.